Hallo, hallo, lieve vrienden van 3A. Welkom in Gent. Ik ben aan het vloggen en vandaag neem ik jullie mee naar het verkeer en ik laat jullie zien wat we allemaal moeten doen als voetganger in het verkeer. Ik kom al direct op een obstakel. Ik laat het even zien. Hier is het voetpad en daar is een obstakel. Wat gaan we doen? We stappen er naartoe en we gaan tot aan de rand. En we stappen er voorbij en we gaan zoveel mogelijk rechts wandelen. Als ik op het voetpad aan het wandelen ben, dan kom ik natuurlijk ook heel veel auto's tegen. Zoals deze auto. Wat doe ik dan? Dan ben ik heel voorzichtig en let ik op een openslaande deur. Oh. Soms kan het ook gebeuren dat er geen voetpad of geen fietspad is. En dan moet je zoveel mogelijk links lopen van de baan. Zoals in deze. Deze baan heeft geen voetpad of geen fietspad. En dan moet je zoveel mogelijk links van de baan stappen of lopen. Het kan ook gebeuren dat er geen voetpad is, maar alleen een fietspad. En dan moet je als wandelaar op het fietspad wandelen. Vaak wandel je voorbij een poort of een oprit, waar auto's van binnen naar buiten of van buiten naar binnen moeten komen. En dan moeten wij als voetganger heel erg opletten. Zoals hier zijn allemaal poorten. Het kan goed zijn dat er een auto komt van binnen naar buiten. Dan moet je als voetganger naar goed, naar links, naar rechts, maar vooral ook naar achter kijken. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende keer.